PVV eist vertrek Josias van Aartsen. Leidse oud-burgemeester Goedkoop overleden. En doodgeschoten Marciano vroeg hulp op de radio. Woensdag 28 september, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. PVV-leider Geert Wilders steunt de eis van de Haagse PVV dat burgemeester Josias van Aartsen af moet treden vanwege een blunder. Dat heeft Wilders via Twitter laten weten. De gemeente Den Haag zou naar tv-programma Pauw Nieuws het nieuwe adres van een weggepest homostel hebben gestuurd. Volgens de fractie heeft de burgemeester daarmee de veiligheid van de mannen in gevaar gebracht en dat is onaanvaardbaar. Het stel voelde zich gedwongen hun huis te verlaten door getreiter van jongeren uit de buurt. De PVV wil nu een motie van wantrouwen indienen tegen burgemeester van Aartsen. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat over het weggepeste Haagse homostel. De oud-burgemeester van Leiden, Kees Goedkoop, is overleden. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens een zitting van de Leidse gemeenteraad. Goedkoop was al enige tijd ziek. Hij was burgemeester van Leiden van 1980 tot zijn pensioen op 1 januari 1999. Tijdens zijn ambtsperiode ontving hij de Amerikaanse president George Bush senior toen hij Nederland bezocht. Kees Goedkoop overleed afgelopen maandag. Hij is 77 jaar geworden. Den Haag wil de komende 5 jaar nog eens 6,5 miljoen euro besteden aan het verbeteren van het binnenklimaat en de hygiëne op Haagse basisscholen. Vorig jaar stelde de gemeenteraad al een bedrag van 8,6 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat. Toen konden 90 van de 150 Haagse schoolgebouwen worden aangepakt. Met het extra geld kan nu ook het binnenklimaat van de overige 60 gebouwen worden verbeterd. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. De Amsterdamse omroep Mart is diep onder de indruk van de dood van de 34-jarige Hagenaar Marciano. Afgelopen donderdagavond werd hij op de Grote Markt in Den Haag in verwarde toestand neergeschoten door de politie en bezweek aan zijn verwondingen. Eerder die dag belde hij zelf nog met de Amsterdamse omroep voor Surinamers. Hij zei ook van de politie wil me dood hebben. En het is natuurlijk wrang om nu te vernemen dat hij dus daadwerkelijk door een politiekogel om het leven is gekomen. Ook gisteravond werd de omroep nog veel gebeld door luisteraars die iets wilden zeggen over de dood van Marciano. De politie schoot in zijn been toen hij met een mesje aan het zwaaien was. Er zijn nog veel vragen over het schietincident op de Grote Markt in Den Haag. Daar schoot de politie een verwarde man neer op een vol terras. Presentator Glenn Kotfried had hem 's ochtends nog live in zijn radioprogramma gehad. Dat ik die angst in zijn stem hoorde was voor mij alarmerend. Dus voor mij is het een drama die wij niet kunnen hebben voorkomen en dat vind ik erg. Luisteraars van Mart willen vooral weten wat er nou precies gebeurd is en of Marciano misschien geholpen had kunnen worden. Was het echt een dreigende situatie en voelde de politie zich echt bedreigd? En dat zijn de vragen die er leven bij mensen en ook bij ons hier van de radio. Wij willen het ware verhaal horen. De man werd dus gedood door een kogel uit een wapen van het korps Haaglanden. Agenten van dat korps trokken de eerste 6 maanden van dit jaar 63 keer een pistool. Veel vaker dan in voorgaande jaren. Op de Grote Markt in Den Haag werd er door de politie uiteindelijk ook geschoten. Maar veel vaker trekken agenten hun geweer zonder dat ze de trekker overhalen. In 2010 gebeurde dat in Haaglanden 95 keer. En in de eerste 6 maanden van dit jaar al 63. Als de trend doorzet, betekent dat dus een forse stijging. Niet verwonderlijk, vinden ze bij de politie. Ja, het is voor een deel te verklaren dat wij in de training specifiek aandacht vragen om dat wapen ook eerder te gebruiken, bevoegd te gebruiken en te voorkomen dat agenten het laten uitlopen op een noodweersituatie waarbij de kans op letsel groter is dan in een situatie waarin er gericht kan worden geschoten ter aanhouding. Als het schotlicht aangaat, trek je vuurwapen. 4 schoten, aanhoudingsvuur op de beenvlak van de pop naar keuze. Een pistool hoort natuurlijk bij een politieagent. Toch heeft het lossen van een schot op straat een grote impact. Ook op agenten. Daarom gaan ze gelijk weer de schietbaan op na zo'n gebeurtenis. Je kan een vergelijking stellen met een auto-ongeluk. Als je een auto-ongeluk gehad hebt,
dan moet je zo snel mogelijk weer in de auto stappen om zo snel mogelijk weer een goed gevoel erin te krijgen. Hetzelfde is met een schietincident. Je hebt een schietincident meegemaakt. Dat gaat niet in de koude kleren zitten. Dus daarom zeggen we, gaan we met de collega's de baan op om het goed gevoel met het wapen te houden, zodat ze goed blijven optreden in de praktijk. En door hier juist goed te trainen, wegstappen. Hoopt de politie dat het op straat steeds minder nodig is. En op onze website westonline.nl vindt u een overzicht van de meest recente incidenten waarbij agenten hun vuurwapen hebben gebruikt. Met de aanhouding van twee mannen in Leidschendam denkt de politie tientallen inbraken te hebben opgelost. De mannen van 21 en 24 jaar oud maken deel uit van een groep die vooral in woningen in de wijk Prinsenhof inbrak. Dat deden ze georganiseerd en op een systematische manier. De politie is nog op zoek naar een 22-jarige man die ook deel uitmaakt van de groep. Twee mannen van 19 en 22 jaar oud hebben bekend de bekladdingen in Nieuwekerk aan de IJssel te hebben aangebracht. Vorige week werden in het dorp tientallen gebouwen beklad met Davidsterren en hakenkruizen. De Nieuwekerkers verschijnen binnenkort voor de rechter. Vijf glastuinbouwbedrijven die in financiële problemen verkeren gaan vandaag in de verkoop via internet. Op de tuindersbedrijven in Poeldijk, Blijswijk, Pijnakker en Nooddorp kan 2 dagen lang worden geboden. Het is voor het eerst dat glastuinbouwbedrijven via een online veiling in de verkoop gaan. De tuinders staan op de rand van faillissement en de bank heeft besloten ze te laten veilen. Winkeliers en bewoners van de Herenstraat in Rijswijk zijn geschokt na de grote brand gisterochtend in een kledingwinkel. In het pand vond de brandweer een lichaam. Om wie het gaat is nog altijd onduidelijk. Winkelend publiek in de Herenstraat in Rijswijk kan er niet omheen. De kledingzaak is volledig uitgebrand, net als de appartementen erboven. Die stonden gelukkig leeg. Het slachtoffer is gevonden in het magazijn achter de kledingwinkel. Brandweer is op dit moment nog aan het nablussen. Daarna zal gas en licht afgesloten worden. Dan moet het pand gestut worden omdat het op dit moment niet veilig is om naar binnen te gaan. En pas dan kunnen onze forensisch expert binnen onderzoek gaan doen naar de brand en naar de identiteit van het slachtoffer. Ook de oorzaak van de brand is nog onbekend. Omwonenden werden vanochtend vroeg wakker van een harde knal. Je zag de ruiten eruit springen en toen was het eigenlijk voldoende zuurstof voor brand, zoals we dat zo mooi noemen. En toen was er 1 grote vuurbal. Omwonenden moesten hun huis uit. Een paar vroege winkeliers konden hun winkel niet in. Ik ben hier naartoe gegaan, maar ik kwam hier niet binnen. Dus ik ben kort daarna heb ik wel met mensen gesproken, winkeliers en bewoners. Ja, en dan zie je ook wel hoe erg of het allemaal is eigenlijk. En ja, het is echt behoorlijk. Het is, nu ik hier weer terug ben, schrik ik ook weer van wat ik zie eigenlijk. Buurtbewoners en winkeliers konden vanochtend vroeg terecht in de koffiecorner van een bakker, een straat verderop. Nou, algemeen waren ze wel rustig, maar de ontploffing was natuurlijk al gebeurd. Er was op dat moment alleen nog de brand. Alleen de directe bewoner die ernaast woonde en eigenlijk de eigenares, die was wel gespannen. Dat zag je duidelijk. Die waren wel behoorlijk in de shock of zoiets. Zij had die kledingzaak samen met haar vriend, man, was die ook aanwezig? Nee, die was niet aanwezig. Nee, zij was alleen. De grote vraag is waar de eigenaar van de kledingzaak is. De man die daar de winkel heeft, ken ik. En hij heeft een alarm en die gaat geregeld af. En dan belt hij mij. En hij heeft mij van de week nog gebeld voor een alarm. En hij was ook van de week nog in de zaak aanwezig. En ik moest met hem staan praten. En nu krijg ik hem nergens meer te pakken. Dus ik heb hem al ge-sms'd. En op dit moment is de telefoon zelfs afgesloten. Dus ik weet ook niet waar hij uithangt op dit moment. Een museum dat genomineerd is voor een ondernemersprijs. Het klinkt vreemd, maar voor Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is het werkelijkheid. Want deze culturele instelling is 1 van de 3 genomineerden voor de Zilveren Ooievaar. Een prijs voor de beste ondernemer van Den Haag voor 2011. Kunst, dat is volgens sommigen maar zweverig en heeft weinig met ondernemerschap te maken. Maar Museum Beelden aan Zee houdt zich al jaren uitstekend staande zonder overheidssubsidie. Heel veel onderdelen van het museum worden volledig gerund door een 180-tal vrijwilligers die zich daar belangeloos voor inzetten. Ze krijgen er heel veel voor terug, krijgen een opleiding waarin ze heel veel leren over moderne kunst, over beeldhouwkunst. En ze kunnen allerlei rollen in het museum kunnen ze vervullen die ze zelf ook vaak heel leuk vinden. En dat wat ze ook over het algemeen heel erg goed doen, zoals bijvoorbeeld rondleiden. Veel vrijwilligers en een slimme visie. Prima ondernemend inzicht, zou je zeggen. En dat zat er bij de oprichters van het museum al in. Mijn man was een ondernemer puur sang, zeg maar.
die heeft het echt zo opgezet. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de mensen die deelnemen aan het geheel. De vrijwilligers dus. En die zijn enthousiast over de nominatie voor beste ondernemer van Den Haag van 2011. Ik denk dat heel veel bedrijven hier een nominatie voor zouden krijgen. En een museum wat op onze manier draait, dat denk ik dat dat fantastisch is. Want we vinden het ook wel een vorm van erkenning voor wat we hier met elkaar proberen neer te zetten. Voor Scheveningen, voor Den Haag en voor de manier waarop we dat proberen te doen. Naast het museum zijn er nog twee genomineerden voor de Zilveren Ooievaar. Huikman en Duivenstein orthopedische schoenen en Opmeerdrukkerij. Vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt en die krijgt een beeld mee naar huis. En waar past dat nou beter dan in een museum? Precies, dus daar moeten we een mooie sokkel voor gaan vinden en een mooie plek. En daar moeten we dan maar eens even goed over nadenken waar die zou passen. Maar dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Nog een beeld op deze mooie plek. Maar laten we eerst maar eens kijken of we winnen. Want volgens mij zijn er hele goede andere kandidaten die daar vast ook hele hoge ogen gooien. Ja, en inmiddels is bekend dat Museum Beelden aan Zee de Zilveren Ooievaar niet heeft gewonnen. Die is namelijk gegaan naar Huikman en Duivenstein orthopedische schoentechniek. Dan gaan we naar het weer. Huub Mizee. Ja, Huub, je hebt ons de afgelopen dagen verwend met mooi weer. En volgens mij is het voor de komende dagen niet anders, hè? Ja, dat is zonder meer zo. Ik denk zelfs tot en met het weekend. Vandaag dus ook. Alleen hebben we in de eerste helft van de ochtend plaatselijk mist. Verder wordt het overwegend zonnig. En bij een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 22 graden. Dan blikken we tot slot vooruit op ons programma Tis Wat. Vanavond weer te zien direct na het TV West Nieuws. Met daarin dit keer Fred Lek. Hij wordt verrast vanwege 40 jaar trouwe dienst bij Brandweer Haaglanden. Mensen denken van... Houdt hij een beetje van verrassing? Nee. Nee. Surprise! Dus ga maar mee, dan zal je zien wat er gebeurt. Mee. Ja, Fred en zijn verrassing vanavond dus te zien in Tis Wat. Tot zover het TV West Nieuws voor dit moment. Straks kunt u hier kijken naar het opvoedprogramma van 0 tot 23. Meer nieuws vindt u op onze website westonline.nl en ook op 89.3 Radio West. We zijn er vanmiddag weer om 5 uur met een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Graag tot dan. Ik wens u een hele fijne dag.